ben Klaas Kenner, verre van, maar wel een Klaas lezer. En ik lees Klaas graag. Waarom? Omdat ik als ik Klaas lees, dan weet ik wat... Ik heb een jeugd gehad, geen harde jeugd, maar toch een jeugd die niet was als deze jeugd. Maar dan kan ik zien hoe dat mijn voorouders, en mijn ouders, mijn voorouders, mijn grootouders enzovoort, dat die mensen moeten werken hebben, dat kan ik in Klaas' boeken terugvinden. Voor mij is Klaas de Breugel van de Nederlandse literatuur. Want als we de schilderij van Breugel zien, dan kunnen wij zien hoe dat de mensen gegeten hebben vroeger, met welke hun gebruiksvoorwerpen waren. Kijk, als wij Klaas lezen, hier, dan weten wij hoe dat dus mensen in ons streek geleefd hebben. Wij waren thuis met 9 kinderen, André. En dan... dat vonden we nog niet... Of moeder en vader vonden nog niet zoveel. En als we zo iemand tegenkwamen, ouders zagen die er maar 4 of 5 hadden, dan hadden we daar kompassen mee. Dat waren sukkelaars volgens ons. En ik ben er altijd teruggekeerd in die streek, tot een dag van vandaag. Ik heb met die schamele meisjes het leven geleefd dat zij leefden. En ik geloof niet dat er een zegenaar is die niet van me houdt. Ze weten dat ik bij hen ben. Wij staan hier waar de familie s'avonds samenkwam in de winter. Ze zaten rond een open haard. Ze vertelden, ze legden elkaar op, wat gaan we morgen doen, wat zullen we in het voorjaar gaan zaaien. Dat werd hier dus besproken. En de achterkeuken, dat werd gegeten, in het bakhuis werd gegeten. En hier in dat bed, hier, dat is het origineel, heeft de witte, Klaas, nest geslapen met zijn broertje Nis. En ik zie in mijn gedachten nog altijd Klaas als een klein mannetje zitten. Als een klein mannetje was zitten met zijn doek voor zijn ogen. Hij was blind geweest. En dan zat hier van een schat hem te vertellen. En dan kon hij aandachtig luisteren hoe van een schat zijn perenpaternoster. En van een schat was een stroper. Hoe dat er gestroopt werd. En dus hier heeft hij veel wijsheid opgedaan die hij later in zijn boeken verwerkt. Mensen als Van der Straps, als Victalis van Gielen, als die pastoor Kampers, die bestaan er niet meer. Alleen Witters, die vind je nog met hopen. Omdat er altijd klein kapoenen zullen bestaan. En ik vind dat dat een teken is van de gezondheid van ons volk. De Witte, dat boek is inderdaad niet geschreven om de lezer aan het lachen te brengen. Daar wordt in dit boek eigenlijk zeer weinig gelachen. Onze jonge vrienden mogen niet vergeten als ze dit boek lezen dat de Witte een kind was. Een kind van 9 à 10 jaar. En kijk nu eens. Bijna op iedere bladzijde van dit zogenaamd amusante boek krijgt dat kind schoppen en slagen. Van iedereen. Het leeft daar liefdeloos in dat huis. Alleen. En uit een soort weerwraak haalt de Witte allerlei deugnieterijen uit. Van als ik mijn verstand begon te werken, had ik al gehoord over de Witte. En dan is Klaas pas tot mij goed doorgedrongen in 1934, als hij de eerste film gemaakt is van de Witte. Maar heeft ik was met mijn vader gesproken en mijn moeder. En met mijn grootmoeder, dat waren dus zijn jeugdvrienden, dat we mee school gelopen. En dan zei hij, dag mannetje tegen mij, en dan was ik zo fier als een kanonnetje. Hè? Omdat die mens met die grote hoed en zijn pijp en zijn bril op, goeiedag tegen mij, zeg. Nest was verbonden met Abdij. Waarom? Het is toch dankzij Abdij dat Nest heeft kunnen studeren. Wanneer hij afgestudeerd had in Zichem, dus afgestudeerd is een groot woord, wanneer hij de gemeenteschool gedaan had bij meester Bakeland, kreeg hij werk hier op de Abdij van Averboden op het Bureel. En pater Schoenaerts ontdekte hem en dat was hij zag in Klaas een slim manneke. En dan heeft hij dus pater Schoenaerts en monsignor Fred, een toenmalige abt, hebben contact genomen met vader Klaas en ze hebben gezegd, kijk, wij laten Nest verder studeren op ons kosten en je mocht hem sturen naar het college in Herentals. En dat heeft Nest nooit vergeten, want telkenmaal als Nest in Zichem kwam, kwam hij een goede dag zeggen hier in Averboden, hij kwam een babbel te slagen, hij kwam een glasje wijn drinken en dat heeft hij nooit vergeten. MUZIEK.
Sint-Johannes Klaas geloofde in de goedheid van de mensen. Hij dacht dat alle mensen van hem hielden omdat hij zelf van iedereen hield. Hij liet dan ook geen kans voorbijgaan om met vrienden en kennissen een gezellige pint te pakken.